In het kader van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november maken we bij Link een aantal interviews met regionale kandidaten voor de Tweede Kamer op de lijst. Dit keer als gast René Zegers van het CDA, nummer 25 op de kandidatenlijst voor het CDA voor de komende verkiezingen. Klopt. René, welkom. Dank. In de studio. Dat had ik nog niet gevraagd, maar dat had ik eigenlijk vooraf nog even moeten doen. Vind je het erg als we elkaar tutoyeren? Nee, graag zelfs. Ja. Precies. Oké, je staat op nummer 25 van de lijst voor de Tweede Kamer. En nu mensen willen natuurlijk een beetje graag weten van, wat is je achtergrond? Je komt uit Rotterdam en je bent in Rotterdam ook fractievoorzitter van het CDA. Dat klopt. Vertel eens, wat heb je met Rotterdam? Ja, oorspronkelijk kom ik uit Maastricht. Dat kunnen mensen misschien horen, want anders gaan ze denken, hè, dat klopt niet. Maar ik woon meer dan 20 jaar nu in Rotterdam. De liefde heeft me hier gebracht. Dus ik heb in Nijmegen gestudeerd, niet in Rotterdam. Dat denken vaak mensen en dat je blijven hangen. Maar dat is via de liefde gegaan. En nu ondertussen meer dan 20 jaar. Ik heb 4 kinderen en we wonen in Schiebroek. En daar woon je, neem ik aan, nog steeds naar je zin. Het is natuurlijk Rotterdam kent vele gezichten, een grote stad, heel veel hoogbouw, maar toch natuurlijk een huis met een tuintje. En uiteindelijk, we hebben ook echt midden in het centrum gewoond, in de Red Apple, op het Weidhaveneiland. Maar ja, kijk, als je kinderen krijgt, dan wil je wat meer ruimte, scholen. Het klassieke verhaal, dus zijn we de ring over gegaan. Ja. En toen woonde je in Rotterdam en toen dacht je, maar dat is mijn invulling, van laat ik dan maar eens de politiek ingaan. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat was eigenlijk later. Ik heb altijd voor de lokale overheid gewerkt. Dus een tijdje voor de gemeente Den Haag als ambtenaar. Een tijdje bij kleinere gemeentes in herindelingen en fusies. En ook bijna 10 jaar bij de gemeente Rotterdam als ambtenaar. Kijk. En op enig moment ergens in 2017, ik weet het eigenlijk vrij precies, in de week dat Feyenoord kampioen moest gaan worden in 2017... Toen heb ik besloten van ik ga een poging wagen om die politiek in te gaan richting de verkiezingen van 2018. Ja. En toen ben je in de raad gekomen? Ja, uiteindelijk niet gekozen. Ik stond op 3, we kregen 2 zetels. Maar via deelname aan het college en toen ging Sven de Lange in het college, toen werd ik de tweede raadslid. Ja. Kijk, even nog wel over jouw achtergrond, want volgens mij heb je een groot Feyenoord hart. Ja, zeer. Ja, dat is ook... Uit Limburg toch? Geen rode JC hart, maar... Nee, MVV. Frans Timmermans of... MVV zou het zijn, Maastricht. Maar dat stuk in mijn hart zit er nog wel. Maar ik heb nu een paar jaar een seizoenskaart. Eigenlijk het eerste seizoen was het seizoen van 2017. Daarvoor ging ik ook al wel. Ja, en nou groeit dat. Ja. En dan word je vanzelf heel erg Feyenoord. Ja, dat klopt. En dan ben je ook wel blij dat Feyenoord nu het een beetje goed doet. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Zeker. Genoeg over de achtergrond. Je bent voor het CDA in de politiek gegaan, in Rotterdam fractievoorzitter. En uiteindelijk heb je kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Ja. Nou sta je op 25 en nou moet het CDA natuurlijk wel heel erg goed gaan doen, wil je in de Tweede Kamer komen. Ja. Maar je weet het nooit. Nee. Harry Bontebal probeert toch een nieuw geluid te laten horen. Stel dat je in de Kamer komt, wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt, dat vind ik voor het CDA, maar voor Nederland ook heel erg van belang dat we dat gaan bereiken? Ja, nou eigenlijk zou je het kunnen samenvatten door te zeggen van publieke voorzieningen moeten eigenlijk terug en de markt moet verder teruggedrongen worden. En we moeten ook niet bang zijn om een leven voor ons te zien waarbij die vrije markt wat minder ruimte heeft. Hè. Dat zou eigenlijk overkoepelend is dat het doel waarvoor ik in de Kamer zou gaan. Minder privatisering, meer richting overheid? Als ik het zo dat betekent niet dat de markt is slecht, helemaal niet. Want de markt kan een aantal dingen veel beter dan wat dan ook. Alleen we hebben denk ik in de afgelopen decennia veel te veel publieke voorzieningen naar die markt toegebracht. En we kunnen gewoon feitelijk constateren dat de markt op heel veel punten gefaald heeft. En nou is het natuurlijk wat in de pers eigenlijk ook wel een beetje wordt gezegd. Hè? Jullie vissen in de vijver waar BBB en nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt ook in vissen. En zij vissen in onze vijver. Ja, dat heel goed. Ja, dat kan ik me voorstellen, want jullie waren er gewoon eerder en al heel lang. Waar onderscheiden jullie nou echt in van, want dat gaat natuurlijk voor mensen die dan toch, hè, die hebben toch zoiets van, is nou
BBB in niet en ook een nieuw sociaal contract, een soort CDA light of omgekeerd kan je dus natuurlijk. Maar wat onderscheidt jullie nou echt van die twee andere partijen? Nou, ik denk, ik zou het andersom benaderen, van waarom zijn die partijen ontstaan? En dan moet je gewoon naar jezelf kijken. En volgens mij is het zo dat het CDA de afgelopen decennia... kijk, wij zijn altijd een bestuurderspartij geweest. Beter zou ik zeggen, we zijn mensen geweest die verantwoordelijkheid durven nemen. En dat hoort ook heel erg bij ChristenDemocraten. Maar ik denk dat de balans tussen verantwoordelijkheid nemen en toch ook kleur op je wangen houden en laten zien en horen waar je voor staat, die balans is de afgelopen decennia zoek geweest. En daarmee, dat is mijn analyse, weten mensen niet meer waar staat het CDA nou voor. Want die hebben altijd in die regeringen gezeten. Nou, wij zijn nu eigenlijk gewoon terug bij waar we altijd al hoorden, namelijk het onversneden christendemocratische gedachtegoed. Ja, en dat wij dat hebben laten liggen een tijdje heeft ervoor gezorgd dat partijen zoals BBB en NSC in die vijver zijn gaan vissen. Gaan vissen. Ja. Van belang is ook natuurlijk, je bent regio-kandidaat. Ja, ik weet niet, werkt dat dan ook bij jullie in het CDA een beetje zo dat je dan die regio vertegenwoordigt? Ja, half-half. Kijk, Henry is natuurlijk onze lijsttrekker, hè? Ja. Dat is een Rotterdammer. Ja. Maar goed, Henry voert een landelijke campagne en ik probeer dan Rotterdam af te dekken, ja. Dit gebied, ken je het een beetje? Of is het, ja, het is, dat zeg ik dan altijd, maar het ligt heel erg onder Rotterdam. Dus het is altijd maar de vraag of ze ons kennen. Ja, half-half. Dus ja, want ik ken Groot Rotterdam ondertussen na meer dan 20 jaar goed. Alleen, ik merk inderdaad wel van als ik hier dan naartoe rijd. Nou ja, we hebben vaak met Rozenburg te maken, Parnis. Hè? Ja, ja. Dat hoort natuurlijk ook bij de gemeente Rotterdam. Maar daaronder kom je niet vaak, in alle eerlijkheid. Nee, dat merken wij ook. Daarom juist toch vooral ook dat we mensen uitnodigen die op de lijsten staan in de regio. En dan natuurlijk toch kunnen mensen stemmen op een regionale kandidaat. Dus daarom is het alleen maar goed om de mensen ook te vragen voor een interview. Er zijn hier in onze regio een aantal thema's die spelen. En die thema's die wil ik toch even met jou gaan doornemen. En ook aan jou vragen van, joh, hoe zit je daar nou in? Wij komen straks zeker nog terecht bij de fabriek voor het maken van ammoniak die op de Maasvlakte wordt gebouwd. En daar heb jij in de raad in Rotterdam ook heel duidelijk een stellingname in gedaan. Maar daar komen we zo even op. Dat denk dat voor mensen hier zeer, zeer van belang is. Ja. Maar laten we eerst maar eens met het grote probleem van het wonen beginnen. Hoe zit het CDA daarin? Nou ja, kijk, daar is voor nu het probleem op de volledige breedte als het gaat over wonen. Hè. Gewoon te weinig in ieder segment zou je kunnen zeggen. Er is gewoon te weinig woningen en er komen steeds meer mensen bij. Daar zijn geen quick fixes voor. Hè. Dus dat zou ik hier ook absoluut niet willen bepleiten. Maar ja, ik denk, komt een beetje terug op wat ik net zei. Zo zit ik politiek in de wedstrijd. Op de woningmarkt hebben we kunnen zien dat de markt absoluut niet aan volkshuisvesting doet. En dus we missen heel veel in het sociale segment. Het middensegment, ja, dat bestaat misschien maar heel even. Maar dan gaan de prijzen omhoog en dan is het eigenlijk ook weer hoger segment. Waardoor je helemaal geen wooncarrière kunt maken. En wat mij op dit moment het meeste zorgen baart, is dat gewoon jongeren de stap niet meer kunnen zetten. Het ouderlijk huis uit, gewoon niet meer kunnen. Nou ja, dan moet je constateren, volkshuisvesting is bij de markt niet in goede handen. Dan moet je dus veel regie terugnemen als overheid. Ja, wat betekent dat? Corporaties de ruimte geven om in ieder geval sociale woningbouw te doen. Maar dat ook eerlijker verdelen tussen gemeenten. Hè? Want Rotterdam pakt, om die vergelijking maar even te maken, een veel groter deel. Dan de omliggende gemeenten. Ja. Maar er moet veel meer sociaal worden gebouwd, meer breed. En dat middensegment, ja, dat moet je dan, en gelukkig doet minister De Jonge dat goed nu met een aantal forse, stringente voorwaarden. Ja, dat moet ook qua prijs in dat middensegment blijven. Dus dat kan niet blijven groeien. Nee, nou, dat zijn dingen waar we nu echt mee aan de slag moeten. Ja, ik zag ook het verkiezingsprogramma dat jullie eigenlijk vinden dat iedere gemeente 40% sociale huurwoningen moet bouwen. Ja. Dat maakt dan in ieder geval dat daar wat meer ruimte voor is. Maar de doorstroming, hoe denken jullie daarover? Want eigenlijk is het natuurlijk een van de grote problemen is dat er de doorstroming niet plaatsvindt. Ja, nou ja, twee dingen denk ik. Er is te weinig simpelweg in het middensegment. Dus daar moet je voor bouwen, maar het moet er ook in blijven. Dat is wat ik net zei. En een ander ding is bijvoorbeeld ook, ja, mensen moeten ook kunnen, zeg maar even, kunnen uitstromen. Hè? Dus er zijn bijvoorbeeld veel ouderen, die hebben de kinderen niet meer thuis wonen. Die hoeven niet per se in zo'n middensegment woning te blijven. Maar ja, die moeten wel de mogelijkheid krijgen om een stap te zetten. Met deze woningmarkt krijgen ze die mogelijkheid onvoldoende.
Dus wij zeggen ook voorzieningen voor ouderen moeten terug. Maar je moet ook specifiek voor ouderen ook de ruimte geven om van die knarrenhoven of iets dergelijks te gaan maken. Zodat zij de stap kunnen zetten om uit die middensegment woning te gaan waar weer een gezin in kan. Ja, precies. En dus dat is dezelfde soort doorstroming als die nu eigenlijk ook niet plaatsvindt. Tweede belangrijke punt is ook hier in de omgeving zijn de windmolens. De duurzaamheid, de energietransitie, dat is een breder aspect natuurlijk. Zowel in Nissewaard, waar nu heb ik begrepen zelfs is uitgesproken van we gaan ze gewoon niet neerzetten. En ook al wil de provincie dat, maar we gaan het niet doen. En ik weet in Hellevoetsluis als onderdeel van Voorna Zee, maar Brielen, daar zijn er ook plannen aan de zeg maar de boulevard, zeg maar de Haringvlietdam daar en bij Zwarte Waal. Mm-hmm. En daar zitten, laat maar zeggen, de gemeente ook best wel behoorlijk lastig in. Want ja, de bewoners die zien dat niet zitten. Ja. Hoe denkt nou het CDA over windmolens op land? Want je wil ze ook niet overal hebben. Nee, nou, windenergie is ontzettend belangrijk. Dus die molens moeten er absoluut komen. Alleen, we zien wel dat op land, en dat is al lang niet meer de discussie die het vroeger was. Hè, van, ik wil dit niet in mijn achtertuin. Het verpest mijn uitzicht. Eigenlijk weten we ondertussen steeds meer over die turbines. En weten we ook gewoon dat de slagschaduw en het geluid wat op een laag, maar wel constant decibelniveau zit, gewoon echt gezondheidsschade met zich meebrengt. Dus je moet dit soort dingen die we echt nodig hebben in de energiemix, moet je zo min mogelijk op land plaatsen. Ja. Dus wij kijken echt naar windmolens op zee. En wat je nu ziet is dat er een hele grote druk nog ligt op eigenlijk die oude afspraken die er zijn. Ja. Van molens op land en dat die gemeenten, ja, die zijn daaraan gehouden. Die hebben die afspraken met de provincie, die moeten die turbines plaatsen. Maar het is een soort, het is eigenlijk de oude wedstrijd, de vorige wedstrijd die gespeeld wordt. Want de nieuwe wedstrijd is namelijk dat die molens zoveel mogelijk op zee moeten. En in industriegebied, waar wij toch, denk ik, als regio genoeg van hebben. Ja, van allebei. Maar dat klopt inderdaad, want dat is natuurlijk ook wat je zegt. De mensen die kijken daarnaar en die vinden ze sowieso lelijk. Maar er zit een hele andere discussie ook inmiddels achter. Omdat het misschien meer op zee kan. Maar je kunt natuurlijk misschien ook nog wel de initiatiefnemers zeggen van, joh, weet je, je moet de meest stille en de meest geavanceerde windmolens nemen die dus minste overlast opleveren. Ja, en daar zit, nou, laat ik een voorbeeld geven. Hè. Beneluxplein is een locatie die al lang geleden is aangewezen als een locatie. Omwonenden, dus bijvoorbeeld Pernis en in Hoogvliet, waren het er eigenlijk al met elkaar over eens dat er 3 turbines van 150 meter, dat die daar eigenlijk best wel konden komen. Ja. Vervolgens, dan heb je weer die vrije markt, komt er ineens een business case voor 2 molens van 250 met meer opbrengst, maar wel 2 en hoger. En daar zijn de bewoners nu tegen. Ja. Ondertussen duurt dit nu al 2-3 jaar. Ja. Zitten ze allemaal in de loopgraven? Ja. Er staat nul, nee. Er staat niks. Nee. Dus op zo'n moment denk ik ook van, doe nou wat kan. Ja. Je had draagvlak voor die 3, zet die 3 neer. Hm. In plaats van nu weer via zo'n business case te zeggen, nee, het moeten er toch 2 hele hoge worden. Met veel meer slagschaduw enzovoorts enzovoorts. Ja. Nou ja, dat zijn dingen, ja, dat eigenlijk snap ik dat niet, dat kan gebeuren. Een ander ding wat je niet snapt, dat heb ik uit de krant begrepen en dat speelt hier op dit moment in koppel maar eventjes aan duurzaamheid, maar ook aan het havengebied. Ja. Dat is het feit dat er de plannen zijn om een ammoniakfabriek op de Maasvlakte te bouwen die redelijk in de buurt van Voorne aan Zee komt, maar ook Rozenburg. En vooral een aantal bewoners, de verontruste bewoners van Voorne, meneer Komter, maar ook anderen hebben daar behoorlijk tegen geopponeerd. Ja. De gemeenten hebben er ook wel een bepaalde stelling in genomen en hebben gezegd van, aangegeven dat ze het wel fijn zouden vinden als er toch een MER zou plaatsvinden. Provincie en zowel DCMR die zien dat niet zitten. En jij hebt je sterk gemaakt om te zeggen van, dat moet toch, leg eens uit waarom en hoe je daar nu in zit en wat de laatste stand van zaken is. Ja. Nou, het is dankzij de mensen in Voorne aan Zee dat het ook bij mij terecht is gekomen. Dus allereerst dank daarvoor voor het aanleveren van dit onderwerp. En ja, wat hier speelt zijn een aantal dingen, denk ik. Dan moet je het dan toch eigenlijk erbij noemen. Dus die opslag van ammoniak op deze plek is bedoeld voor een kunstmestfabriek in Zuid-Limburg, in Geleen. Dus je hebt, het heeft niks te maken met wat steeds gezegd wordt, de energietransitie voor waterstof. Nee, dat is gewoon puur voor die kunstmest. Aardgas is te duur, dus ammoniak. Dan heb je 2 problemen, namelijk de opslag, die moet veilig zijn, en het vervoer.
Het Rijk heeft al gezegd, vervoer van ammoniak gaan wij zoveel als mogelijk ontmoedigen. Dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Het Rijk is ook bezig met nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de opslag voor ammoniak, maar die zijn er nog niet, die maatregelen. Dat zegt ook genoeg, denk ik. En wat hier nu gebeurt, is eigenlijk dat er door de DCMR gezegd wordt, ik denk dat de DCMR ook gewoon prima hun werk heeft gedaan, van nou, we zetten een aantal vinkjes kunnen we zetten, daaruit blijkt, er is geen meer nodig, dus gaan we het niet doen. Vervolgens zeggen, denk ik, terecht verontruste bewoners die dingen in Zuid-Limburg mis zien gaan, die overal over problemen met ammoniak lezen en sowieso al in een zwaar geïndustrialiseerd gebied zitten, van ja, maar wij willen meer waarborgen, wij willen wel zo'n uitgebreide milieueffectrapportage. Dan zeg ik als politicus, eigenlijk moet je het dan al doen. Om die reden alleen al moet je doen, want het zit in hun achtertuin, het is hun veiligheidsrisico. Dus blijf dan niet zo, zoals ik het gisteren heb gezegd in de Raad in Rotterdam, niet zo technocratisch zeggen, het hoeft niet, dus we doen het niet. Maar leer nou juist van op andere plekken, zie dat het gevaarlijk is, dat het niet voor niks zo is dat het Rijk nieuwe regels heeft. En doe die meer, ook om de mensen mee te krijgen. En ook hier kun je hetzelfde krijgen als bij de turbines. Er hoeft maar één iemand te zeggen, ik ga in bezwaar bij de Raad van State. En je zit in jarenlange procedures, dus er komt helemaal niks van de ammoniak terecht. Maar er is al iemand die dat heeft gezegd. Dus inderdaad, de voorspellende gave inderdaad, van die kansen, die loop je wel. En dan wat is, je bent natuurlijk in de Raad in Rotterdam daar mee aan de gang gegaan. Heb je het idee dat je meerdere partijen daarin meekrijgt? Of is dat nog best lastig? Nou, ik denk dat ik er best wel wat partijen op meekrijg. Maar je ziet wel, ja, dat is helaas de situatie waarin we zitten. Dat als een wethouder dan zegt, het hoeft niet, dus ik doe het niet. Overigens is de wethouder geen bevoegd gezag. De provincie moet het doen. Hè? Maar als de wethouder zegt, ik vind het ook niet nodig. Ja, dan zie je dus snel dat coalitiepartijen zeggen, oké, wij scharen ons achter de wethouder. Ja, dan heb je al geen meerderheid. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik met dit hele logische verhaal en met de zorgen van zoveel mensen, niet alleen Rozenburg, wat in onze eigen gemeente ligt, of Hoek van Holland, maar ook de mensen hier, dat je dan gewoon blijft staan op je punt en zegt, en zelfs als de wethouder dat zou doen, dan vertrouw ik ook op partijen zoals bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam, dat die zeggen, ja, maar jongens, we moeten die meer gewoon. Dus ik denk de motie daarover die ik volgende week ga indienen best wel kansrijk is. Helder om ook te horen en denk voor degene die straks naar dit interview kijken ook goed om mee te nemen hoe het CDA in Rotterdam daarin zit. Dan het volgende punt, dat is een van de punten die hier ook wel speelt en waar natuurlijk toch mensen ook naar kijken, is de migratie. Een punt waarbij ook hier ook de nodige commotie toch wel weer bij een deel van de mensen ontstaat op het moment dat er een asielboot komt of een opvang voor de asielzoekers. Mm-hmm. CDA zit daar toch in van we moeten kijken of en hoe we dit probleem aan kunnen binnen Nederland. En in hoeverre je het aan kan, hangt dus echt wel af van de hoeveelheid mensen die hier naartoe komt. Ja. Hoe kun je daar misschien nog iets meer in aangeven? We hebben eigenlijk steeds gezegd, hè, migratie overkomt ons te veel. Dat is eigenlijk een beetje het beginpunt van het CDA. Dat je zegt van ja, denk er nou eens gewoon wat breder en wat integraler over na. Het moet je niet zo overkomen. Kijk, in de allereerste plaats vluchtelingen, echte vluchtelingen. Dat hoort ook bij een christendemocraat. Die zijn altijd welkom. Open armen. Maar ik denk dat er twee dingen zijn die je moet onderscheiden. Het ene zijn, is natuurlijk wel dat we sowieso al druk op voorzieningen hebben. We hebben het er net over gehad, publieke voorzieningen. En als er dan meer mensen komen, dat gaat niet eens over vluchtelingen, maar in zijn algemeenheid, ook als er meer kinderen geboren worden, ja, dan wordt de druk op de voorzieningen groter. Ja. Dus daar moeten we wel, denk ik, naar kijken. Wat is de spankracht van ons land? En het tweede is, en dat vind ik wel echt, dat politici sterker moeten durven bestrijden en veel minder op de onderbuik van mensen moeten aanhaken, dan worden ook best wel veel spookverhalen verteld. Hè? Een asielzoeker is meteen een crimineel, bij wijze van spreken, als het een alleenstaande man is. Terwijl dat als je naar de feiten en cijfers kijkt, dat heel erg meevalt. Mensen weten niet het verschil tussen statushouders en asielzoekers. Wordt allemaal door elkaar gehaald. Als er ergens één incident gebeurt, dan is het meteen de totale populatie. En ik vind het echt de taak en de opdracht van politici om mensen te durven zeggen hoe het echt zit. Niet om een mooi verhaal te vertellen, maar om wel gewoon feitelijk te kunnen zeggen hoe zit het in elkaar. En ik denk dat als we daar een hoop aan doen, dat er dan al heel veel angst en dat soort dingen weg kunnen. En wij kunnen als samenleving heel veel aan. En ik denk ook dat Nederlanders mensen zijn die graag mensen helpen en mensen verwelkomen. En op die kracht van ons land, daar moeten we op varen. Dan hebben we het natuurlijk over
de vluchtelingen en de mensen uit Syrië en de mensen uit Oekraïne. We hebben natuurlijk nog een andere categorie en dat is de categorie arbeidsmigranten. Ja. Daar hebben jullie ook een bepaald standpunt. Misschien kun je dat ook nog eens even toelichten, want ook daarvan kun je natuurlijk zeggen van we hebben ze wel nodig. Hè? Ja. We hebben die mensen echt nodig, want we hebben niet voldoende mensen hier om alles. Ja. Ik zag het bij de, nou ik noem maar een voorbeeld, de RIT kan de dienstregeling niet meer volledig goed uitvoeren, omdat er gewoon niet voldoende mensen zijn die, die bij de RIT gaan werken. Ja. Ja. Ja, je hebt altijd een zekere vorm van arbeidsmigratie natuurlijk, denk ik. Maar ik denk dat waar het hier ook wel echt knelt is, en dat is ook, heeft ook wel weer met het bedrijfsleven te maken waar je als overheid wel afspraken mee moet maken. Het gaat hier vaak over, toch een beetje onmenselijk gezegd, maar goedkope arbeid. En als je dus gaat drukken op de prijs van het personeel, dan is het vanzelfsprekend zo dat een Nederlander, zal ik maar zeggen, duurder is met alle publieke en sociale voorzieningen die wij hier hebben geregeld, dan iemand uit Oost-Europa. En de grenzen zijn natuurlijk open. En ik denk dat daar zit natuurlijk de kiem van het probleem. Ik gun iedere Pool werk in Nederland als dat zijn of haar leven in Polen beter maakt. Alleen je moet je wel afvragen van de druk op die goedkope arbeid. En dan ook nog eens alle omstandigheden daaromheen, hè, de hotels en de leefomstandigheden. Ja, dat is gewoon niet oké. Dus ik denk dat hier toch ook wel weer geldt dat we als overheid veel meer regels moeten stellen aan die bedrijven die goedkope arbeidskrachten binnenhalen. Maar op zich is het CDA wel van mening dat we, om het maar zo te zeggen, eigenlijk niet zonder kunnen. Nee, er is altijd een zekere vorm van arbeidsmigratie nodig, denk ik. Ja. En ik denk ook dat landen elkaar daarin kunnen helpen. Ja, precies. En dan zou je zeggen, ik weet dat Duitsland een systeem heeft waarbij ze zeggen, je mag hier komen, maar dan moeten we echt iets aan je hebben. Hè? Dan moet je iets voorzien in een behoefte. Ja. Is dat ook een beetje wat CDA daarin zit? Ja, dat is wel ook een beetje onze lijn, ja. Je hebt natuurlijk ook een heleboel studenten en anderen die hier natuurlijk aan het buitenland naartoe komen. En ook waarvan inmiddels ook... Daar zitten ook twee kanten aan. Hè. Universiteiten hier willen natuurlijk ook internationaal interessant zijn. Ja. Daar horen internationale studenten bij. Maar als internationale studenten vervolgens de voorzieningen voor Nederlandse studenten weer wegdrukken... Als die ongeveer de overhand hebben in het aantal. Het is met alles dus eigenlijk ook een middenweg eigenlijk een beetje. Ja, CDA'ers willen graag de red race waarin we zitten. Hè? Alsmaar meer en groter en grenzelozer. Eigenlijk willen we daar de aandacht op vestigen. Dan als laatste van de vier punten die eigenlijk voor deze regio van belang zijn, is bereikbaarheid. Nou, dat zou je misschien toch wel, zeker ook in Rotterdam, wel hebben gehoord. We zitten hier op een eiland, zo zien we dat eigenlijk een beetje. Ja. En af en toe gaan er wat bruggen kapot en wat tunnels verstopt. Ja. Zoals laatst weer, dan zitten we hier met z'n allen als ratten in de val ongeveer. Heb je daar nog vanuit het zeg maar, hè, je kunt over het OV hebben het zo misschien nog wel even kort. Maar hoe kijkt het CDA daar tegenaan? Meer wegen of meer bruggen en tunnels? Of, en dan dus op een andere manier doen. Moet nu nog niet over het OV gaan, want ik zou geneigd zijn om te denken... Nou, dan mag OV. Het al wel over, want ik denk dat ik het bruggetje al begrijp, want dan zou je zeggen, je moet je OV beter maken. Dus ik denk in zijn algemeenheid, maar dat ga ik veel te kort door de bocht, en dan zou ik zeggen, auto's uit de binnensteden en dus mensen in minder verstedelijke gebieden hebben gewoon een auto nodig. Ja. Daar moet ruimte voor zijn. Of daar meer asfalt voor nodig is, vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar als het over OV gaat, dat zeg ik ook steeds, het is ook echt een publieke voorziening. En ook hier, ik kom er steeds op terug, maar het is niet voor niks de paraplu van hoe ik in de politiek zit. Ook hier is de markt wel best een probleem. Ja. Want wij maken veel te vaak, dat heeft de laatste wethouder in Rotterdam ook weer gedaan, een rekensom. En dan zeg je van, maar die tram aan het einde van de lijn, er zitten nog maar 3 mensen in. Ja, dat is niet exploitabel. Maar dan zeg ik, OV is precies bedoeld daarvoor. Dat aan het einde van de lijn of aan het begin van de lijn zitten er weinig mensen in. Dus daar moet je publieke voorzieningen voor durven, publieke investeringen voor durven doen. Juist zo kun je een OV toekomstgericht en toekomstbestendig maken. Dus die rekensom, die past niet op het OV. Maar eigenlijk zeg je, OV zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn. En dan maakt het niet zozeer uit of de exploitatie 100% rond is kostendekkend. Dan moet je ook investeren in het OV voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. Ja, juist voor die mensen die er afhankelijk van zijn. Dat is altijd een begin of het einde van de lijn. Ja. Ja, en het speelt erg. Het speelt op dit eiland ook erg. Ik ga volgende week zelf naar een bijeenkomst waar het daar ook weer over gaat. En waar ouderen toch ook heel vaak moeite hebben om
met OV te gaan, ook in dit gebied. Mm-hmm. Omdat de MEDH, die natuurlijk goed werk doet, maar toch ook de neiging heeft om, dat kan ook bijna niet anders, die concessies te verlenen aan vervoerders. Die kijken naar, is een lijn nog te exploiteren? Mm-hmm. Maar wat je hier wel ziet is dat sommige lijnen verdwijnen, omdat er niet voldoende mensen mee gaan. Ja. Terwijl het heel vaak gaat om de ouderen die overdag naar een bepaald punt willen. Precies. En even een boodschapje willen doen. Ja. Ja, en dus OV moet je ook eigenlijk niet alleen maar smal bekijken als alleen maar een exploitabel OV-bedrijf. Maar je moet het veel breder bekijken als het tegengaan van eenzaamheid van mensen. Het zorgen voor werkgelegenheid op verschillende plekken. Het zorgen dat je ook wonen kunt verbreden en niet alleen maar gecentreerd hoeft te doen. Nou, het heeft met van alles te maken. Dus als je het puur alleen op OV bekijkt, dan bekijk je het veel te smal. Ja, ik las daarom ook wel het een en ander over. En dan bleek dan eigenlijk dat er heel veel openbaar vervoer is gericht op woon-werkverkeer en niet op het feit dat mensen in hun eigen omgeving gewoon nog bij een huisarts langs willen of een winkeltje willen bezoeken of wat dan ook. Ja. Bereikbaarheid als laatste punt. Dan zijn we toch een beetje aan bijna het einde van het interview, maar natuurlijk geven we jou de kans om in een korte pitch nog eens aan te geven waarom ze nou op René Zegers moeten stemmen van het CDA. Dus wat dat betreft, take de vloer, om het maar zo te zeggen. Ja. En begin het goede verhaal van het CDA voor jou. Ja. Nou ja, als je op het CDA moet je stemmen als je gelooft dat het zo moet zijn dat we zorgen voor de wereld van morgen. En eigenlijk op alle fronten. Dus niet alleen goed zijn voor mensen, dieren en milieu, maar ook voor de portemonnee. En we leven veel te veel in een tijd waarbij alles maar altijd moet groeien, maar wij eigenlijk niet zelf gelukkiger of gezonder worden. Publieke voorzieningen zijn niet meer te betalen. Dus we moeten veel meer durven te vertrouwen op de kracht van de gemeenschap en vanuit de overheid gemeenschappen ondersteunen om toekomstbestendig te zijn. Dus als je minder markt wil, maar niet per se meer overheid, maar veel meer op gemeenschappen gericht en op de toekomst van onze wereld, dan moet je op mij stemmen. Hartstikke mooi en goed verhaal, hoor ik zo al. Ik wil je bedanken voor jouw komst naar de studio. Het was heel fijn dat je mijn gast wil zijn. Ik wens je heel veel succes de 22e november. Ja. En ben benieuwd of het CDA dan echt die 25 zetels gaat halen. Je weet nooit. Bedankt. Ja, jij bedankt.